We zijn bij IKEA geweest, daar hebben we heel veel geleerd over ledverlichting. En dit is een van de meest opvallende lampen die zij dit jaar in het assortiment hebben genomen. De Nitio. Ik hoop dat ik het een beetje goed uitspreek. Mijn Scandinavisch is niet zo heel sterk. En het is een 20 lumen ledlamp. 1,8 watt. Ja, dat is niet heel veel, lijkt het. Het is ook echt gewoon een sierlamp. Daarom is het niet erg dat het niet heel erg fel is. Juist doordat hij niet zo fel is, kun je hele leuke dingen mee doen. Maar goed, we gaan even kijken naar de verpakking zelf. Want wat vertelt de verpakking ons over deze lamp? Nou, het belangrijkste is, hij is niet dimbaar. Van de andere kant, misschien wil ik ook wel niet dat hij heel veel minder dan 1,8 watt gaat gebruiken. Want dan krijg je wel heel weinig licht dat overblijft. Dus hij, hij zou 25.000 branduren mee moeten gaan. Dus hij zou het huis moeten overleven met een beetje geluk. Hij doet er 1 seconde over om op sterkte te komen. En het is een E27 aansluiting. Dat is een grote fitting zoals we dat in de volksmond kennen. Nou, voor de rest niet heel veel bijzonders. In die zin dat er nog wat keurmerkjes. Geeft aan dat hij keurig moet recyclen tegen de tijd dat zover is. In alle talen nog wat uitleggen. Eigenlijk zoals ik van die keer gewend zijn, praktisch gewoon lekker op. Hier nog met meertaaltjes, alles op één verpakking. En wereldwijd kunnen verkopen. Dat doen ze gewoon handig, die jongens. Nou, in de verpakking vinden we een stukje handleiding. Wat vooral zegt, gooi me niet weg, maar recycle me. En dus voor de rest, niks aan, hoeft ook niet. En de lamp zelf die zit keurig en veilig verpakt. Nou, wat is de eerste indruk van deze lamp? Plastic, geen glas. Zoals je ziet is het ook niet heel erg... als ik hem zo draai, dan zie je dat het niet heel effen is. Er zitten allerlei vertekeningen zitten er in het glas. Of in het plastic. En dat is leuk, want het geeft het een beetje het gevoel dat het een authentiek geblazen lampje is. Nou, sowieso ook de uitstraling die ze een beetje proberen te bereiken, hè, bij IKEA. Dit moet een soort van kooldraadje voorstellen. Is gewoon een hele dikke visdraad. Tenminste een nylon transparante draad. En daaronder zitten twee ledjes die schijnen doorheen. En door de breking van het licht, door de stress die op die cirkeltje staat en zo, krijg je dat licht naar buiten kan. Nou, voor de rest koperkleurig plastic framepje dat de draden op zijn plek houdt. Alles om dit een authentieke lamp te laten lijken. En dat is ook waarom dit niet het wit licht is. Dat IKEA op het hele assortiment hanteert. Dit is geel licht. Dit is niet meer wit, dit is geel. Is mijn mening overigens. En dat heeft ook weer alles te maken met die uitstraling. Dit is gewoon een hele leuke sierlamp. Wij gaan hem gebruiken op het toilet. Waarom op het toilet zo'n lamp? Dat heeft toch weer te maken met die 1,8 watt. Hij is niet heel fel. Hij is wel fel genoeg om te weten waar je moet mikken. Maar als je 's nachts het toilet op gaat en je zet deze lamp aan, dan straalt hij je ook niet meteen wakker. En dat is ergens best wel een lekker idee. Dus wij gaan hem ophangen in het toilet. Nou, wil je weten hoe het bevalt om deze lamp in de praktijk te gebruiken? Of wil je nog de technische specificaties van deze lamp nalezen? Check dan even de link meteen onderaan de video. Die link die brengt je naar gadgetgear.nl en daar lees je alles over deze IKEA Nitio ledlamp. Nitio. Nou ja, goed. Deze prachtige sier ledlamp van de IKEA.